Het is de bridge hier. Ik heb voor het eerst op mijn werk fooi gekregen. 2 euro, dat is mooi. Dit extraatje gaat nu naar de McDonald's voor een hele korte, maar desalniettemin misschien wel hele leuke food review van een chili chicken. Let's go. Ja, mag je zeggen. Goedenavond, 1 chili chicken graag. Wat je wat drinken, meneer? Nee hoor, dank u wel. We bestellen nu een schijfje. Je mag wel een schijfje. Top, dankjewel. Dankjewel. Ze zijn duurder geworden. Ik dacht dat ze 1,25 waren, maar ze zijn 1,50. Goedenavond, dankjewel. Hoppakeetje. De chili chicken. Overdreven kut verpakt, zoals alles bij de Mac. Hè? Dit is hem. En ja, voor het geld smaakt het vast goed. Maar hoe smaakt het überhaupt? Hij is in elk geval echt lekker warm. En hij smaakt prima. Wat me wel opvalt. En dat gebeurt vaker bij de chili chicken. De saus is niet goed verdeeld. Je hebt vaak een helft zonder saus en een helft met saus. Maar het feit dat dat lekkere saus is, maakt een hoop goed. Met de chili chicken heeft de McDonald's echt een schot in de roos. Smaakt het echt naar kip? Nee. Althans, niet zoals de nuggets naar kip smaken. Maar het is desalniettemin wel lekker. Bedankt voor het kijken. Wat loop je nou te zeuren? Er zit niks achter me. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer.